Welkom bij het laatste nachtjournaal van ED Nero. Met de leukste en gekste momenten vanaf de markt. We kwamen erachter dat de feestvierers ook soms hele gulle gevers kunnen zijn. En we hebben ook een hele toffe actie van de Fonds Hogeschool voor Journalistiek. Wat zit er nou in godsnaam in die pot? In deze? Ja. Wil je proeven? Ligt eraan wat erin zit? Hij wil proeven, proef maar. Is het voor het goede doel? Ja. Steek je hand er maar in. En dan proeven. En dan proeven. Ogen dicht, ogen dicht. Nootjes. Ogen dicht. Hé, dat is een sensatie. Heel top. Ik kom naar het glazen huis kijken of voor het stappen. Nou, ik loop eindelijk van groen naar groen. Ik vind het mooi dat het glazen huis hier is. Maar eigenlijk helemaal rol die hier buiten staat. Ik vind het een beetje raar, hoor. Jullie zijn nu voor het glazen huis of om te stappen? Voor allebei, voor het stappen en voor het glazen huis. Waarom zitten jullie hier zo onder dekentjes? Nou, omdat we het kou hebben. Kan je dan niet beter onder een dekentje op de bank gaan zitten thuis? Ja, hoe komen we thuis, hè? De trein gaat niet meer. En naar waar moet je? Naar Bokstel. En geen lieve papa of mama die lief komen aan? Nu niet meer. Dus wacht tot we naar school moeten. Sommige mensen konden na heel veel drank de brievenbus niet meer vinden. Ja, ik vraag, mag ik deze in de gleuf houden? Nee, je moet even achter een draai aansluiten. Zeg maar, is alleen in de gleuf gooien klaar. 100 euro en een paar cent. Oh ja, dat is veel. En ze zijn ze wel vast blij mee. Ja, oké, dat hebben ze misschien niet nodig, maar... Ja, dan hebben ze natuurlijk wel nodig. Een beetje zelden, denk ik. 100 euro, dat hebben ze wel nodig. Nou, als jij er nou voor ons doneert, hè? 100 euro en 50 cent voor het goede doel van een dronken man. De actie was die van de Fontes Hogeschool Journalistiek. Wie zijn jullie en wat hebben jullie gedaan voor het glazen huis? Wij zijn van de Fontes Hogeschool Journalistiek. En wij hebben in twee groepen van Antwerpen naar Eindhoven gelopen. Waarom? Met dit weer? Nou, het begon eigenlijk als een soort van grap. Ik probeerde studenten uit te dagen om dit binnen een paar dagen te doen. Zodat ze journalistieke verhalen zouden hebben. Maar ik kreeg keihard nee. En zoals ik zeg, het begon als een grap tijdens het roken buiten. Toen zei ik van, nou als jullie 300 euro bij elkaar weten te halen, dan loop ik zelf wel. Dat hebben we later toch stiekem naar 1000 opgeschroefd. Die hebben we gehaald. We hebben 1500 euro opgehaald en de directie van de school heeft er nog 1000 bij gedaan. Dus we hebben voor 2500 euro dat gekocht. Na 100 kilometer kunt ze eindelijk de check overhandigen. In één dag dit mooie bedrag opgehaald. In één dag, hè? Dit was al helaas alweer het allerlaatste nachtjournaal van Nero. We wensen jullie een heel fijne kerst en alvast een heel gelukkig nieuwjaar.